Ik sta hier voor het stadhuis en hier vindt op dit moment de gemeenteraadsvergadering plaats. En die gaat over de begroting van 2017. Daarvoor worden op dit moment de fractieleiders gehoord. En het aantal moties wat nu om, nu is het 3:30, al uitgebracht is, is 31 stuks. En waar gaat het nu allemaal om? Het gaat om dit dikke boekwerk. Dit dikke boekwerk, daar staan dus de bezuinigingen in, onder andere. En ja, er wordt ook aandacht gevraagd voor een aantal aspecten die gewoon op dit moment in de Dordtse samenleving van belang zijn. Zo is er aandacht voor het armoedeverval in Dordrecht. Men wil huisvesting geregeld hebben, dat zegt de SP. Men wil dat er een bushalte komt bij de Essenhof. Daar is een motie voor ingediend. En een ander aspect wat speelt, dat is de omroep. De omroep die moet ook gaan bezuinigen. En daar wordt vandaag ook over gestemd of de bezuiniging doorgaat of niet. Met name de VSP en D66 hebben hiervoor een motie ingediend. Het gaat een spannende vergadering worden, want het aantal moties is nog niet afgelopen. De portefeuillehouder die moet ook nog een reactie geven op een aantal zaken die in de begroting staan. En we verwachten dat het een hele lange avond gaat worden en misschien wel nacht.